Zo je nog coins, ga dan naar www.justfivercoins.nl De link staat in de beschrijving. En dan ja, vergeet bij betaal niet de code hard, alle letters en hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Wow 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 wow. Even rustig mensen. Oké, okay, er is geen nieuwe coins bonzer. Justvivacoinscope.nl, uh, gewoon de URL veranderen naar Justvivacoins. Leer het is precies hetzelfde, leveringssysteem is nog steeds geautomatiseerd, prijzen zijn even laag. Je kunt nog steeds code hard, dat is compleet in hoofdletters, gebruiken voor 5% korting. Maar we gaan nu gewoon door met de aflevering. En sorry als je me afdoet, het ik ben nog heel erg verkouden. Maar ik moet tegen een vrij goed seriat want anders is het wat je zou verwachten. Maar je komt er nog steeds gewoon heel vaak tegen. En hij komt hier 1 op 1 al met Fujinich. En ik wist dat als ik deze wedstrijd zou winnen en de volgende, dan heb ik de titel in deze divisie. Wat natuurlijk super fijn is, want dan krijg je meer coins. En meer coins betekent meer handelen. Althans, meer pogingen te handelen. Ik moet het nog gaan proberen. Uh, dit is de laatste zeg maar, pre-opgenomen aflevering voordat ik ga proberen te handelen. Althans, vandaag komt de nieuwe Team of the Season uit. Dus heb ik van die gekke packs. En dan zou de fitness heel goedkoop moeten zijn. Dus dat ga ik proberen. En ik heb ook nog andere methodes van subs gekregen, wat heel fijn is. En die ga ik ook uitproberen. Maar in ieder geval, je ziet al dat 2-2 staat. En ik kom hier nog op 2-3. Door wat aids in de 90ste minuut. Ik heb geen idee hoe ik hier de bal nog mee kreeg. Waarom ik hier de bal nog mee kreeg. Maar het zat mee. En zo maak ik dus de 3-2 in de 90ste minuut. Wat best wel lekker is. Het voelt best wel goed, dan moet ik zeggen. Om 90ste minuut aids mee te krijgen. Maar goed, je ziet hier. Ik hoef nog maar één overwinning te behalen. En dan win ik de titel. Ik moet tegen een duel met het logo van. De, uh, van de Orlando Pirates. Ik weet niet. Ik, ik doe maar een gok. Ik weet niet. Misschien is het helemaal niet zo. Ik zou het niet weten. Maar het informatia. Inform KK, second inform KK trouwens uh, Hij heeft Ibarbo, hij heeft Ballatelli, Hij heeft Quadrado, hij heeft Abata, hij heeft Kilini. Hij heeft gewoon een heel sick Serie A team Het lijkt wel een beetje wat ik normaal gesproken zou gebruiken anders. Ik gebruik Ibarbo <laughs> Not even kidding, not even ashamed Maar ik gebruik hem gewoon Maar hier zo'n zo random uittrap, hij kopt hem één keer door daarna Gelijk bij Ballatelli. En mijn keeper weet hem dan ook niet te houden Like what the fuck, waar slaat het op En dan scoort hij gewoon al de 1-0 in de 30ste minuut Maar ja what the fuck, hoe gaat die bal er überhaupt in nou ja, het zal wel weer. Ik weet je wat, ik, ik heb al genoeg aids gezien de afgelopen tijd. Dat ik weet dat dit gewoon blijkbaar normaal is in FIFA. Maar goed, we gaan gewoon door, want ik ga natuurlijk niet opgeven. Ik ga proberen door te gaan. Ik kop hier bijna de 1-1 binnen. Maar Buffon maakt een geweldige redding tegen de kopbal van Kroos. Dan ga ik hier de corner nemen met diezelfde Kroos. Die legt hem op zo van Mats Hummels En in twee pogingen weet hij hem binnen te koppen. En zo maakt hij er dus 1-1 van in de 38e minuut. Je kan zeggen dat het maar best wel mee zat. En ik zou je dan wel gelijk geven. <laughs> want nee, het is, het is niet eens een leugen. Het is gewoon. Ik heb af en toe. best wel geluk mee. Dat mag gezegd worden. En hier komt hij dan wel door. Want hier heeft hij heel veel geluk mee. Want. Ik druk hier helemaal nergens op. Er gebeurt hier helemaal niks. En hij krijgt een penalty mee. Je ziet het hier in herhaling, hè? Kijk, what the fuck. Waar slaat dit op? Letterlijk, waar slaat dat op? Ik heb echt geen idee. Ik vind het zulke fucking onzin. Dat hij daar een penalty voor krijgt. Dan mag hij hem ook nog nemen met Balotelli, Die zo'n 96 penalties heeft, hè. Dan denk je dat die moet je dan wel met Balotelli nemen. Neemt hij hem met second voor een kakka. Die heeft echt geen betere penalties dan Ballo. Maar goed, hij neemt hem, hij scoort hem. En zo staat hij 2-1 voor. En dan elke keer zo, van, ja, weet je wat, deze wedstrijd is klaar. Het was een best wel spannende wedstrijd. We creëerden, we creëerden allebei niet heel veel. En verdedigden allebei heel goed. Dat kon je ook merken, want Mats Hummels helemaal men man of the match. Maar goed, dan weet je wel ongeveer hoe laat het is. Hoe goed hij heeft gespeeld, hoe ik heb gespeeld. Hij had gewoon heel erg geluk en daardoor kreeg hij een penalty mee. Fair play voor hem GG met een overwinning, I guess. Maar we gaan gewoon door. Ik heb nog twee wedstrijden, één overwinning. Die moet ik dan in deze pot halen. Althans, dat zou wel zo fijn zijn. Maar met één wedstrijd spelen, één moeten winnen, dat gaat nooit echt goed. Dus ik moet het gewoon nu proberen om te flikken. En ik, ik leek een beetje EFK omdat ik zo lang bijna niks deed. Maar ik moet tegen de club die City of Comfort heet. En hij heeft een best wel nice team: Inform Pepe, Dali Alves, Di Maria, Diego Costa, Benzema, Modric. Piekek, Marcelo, overal gewoon een heel erg goed team. Maar we gaan gewoon door, hij speelde niet echt heel goed. Althans hier met Jansen heb ik de bal, geef maar Gomes, geef hem terug over de top. Zijn verdediger valt enorm. Ik heb hier de bal met Jansen, die is linksbenig. Dan kan ik hem kruislinks schieten en zo scoor ik dus de 1-0. In de tiende minuut kom ik op voorsprong, wat best wel lekker is natuurlijk. Want Jansen, als die eerlijk 0 scoort in de tiende minuut, ja dat kan wel een leuke wedstrijd worden. En zeker, ja, je ziet hier gewoon hoe hard Piqué valt. Hij raakt hem nota bene nog aan. Uh, maar Pike gewoon als centerback vind ik überhaupt niet fijn. Die maakt altijd te veel fouten. Ook in real life is dus dat op zich best wel realistisch van FIFA. Maar zo sta ik hier dus 2-0 voor, terwijl ik aan het praten ben. Want ik scoor hier gewoon uit de voorzet. Me, scoor ik scoor met Mario Gomez is het, geloof ik. Ja, nummer 13 Mario Gomez. En zo sta ik dus 2-0 voor in de 31ste minuut. En ik wil trouwens nog wat vragen... Nogmaals, sorry voor het slot af en toe. Ik ben gewoon heel erg verkouden. Kan ik weinig aan doen. Maar willen jullie binnenkort weer een soort rondje door mijn club zien. Want anders dat ik gewoon de teams laat zien die ik op dat moment gebruik. Ik weet niet of mensen daar interesse in hebben of jullie dat leuk vinden om te zien. Maar het lijkt mooi iets wat af en toe grappig is om te laten zien. Waar ik nou mijn spel en waar ik nou wedstrijden mee probeer te winnen. Maar hier zat zo ik compleet niet op te letten naar de kick-off. Althans, ik zat tot te kijken naar wie die een paaste. Maar ik had niet door dat zijn, loop dat zijn spits die loopactie maakte. En zo scoort hij dus de kick-off glitch tegen mij. En zo staat het dus 2-1. Maar vervolgens kom ik hier alweer op 3-1. Want ik krijg hier echt de meest eetsige eigen goal mee. Althans, kijk hier, ik kom tegen hem aan. Hij valt. Hij had al geslid. En die bal valt via zijn rug door. En dan van ja. Jongens, hey, Afrika heeft al genoeg eten. Dus ik hoef er niks van te lenen. Maar hier komt hij op 3-2 wegen een redelijk goede koppel, I guess. Ik weet niet wie hem binnenkopt. Ik kon het niet zien. Ik dacht, Isco of zo. Dus ik dacht dus van, nee, ja, het zal wel. Maar ik kom hier ook nog op 4-2. Want Shurle mist nooit in een 1-op-1. Fucking kast is die gast. Maar goed, hij komt hier nog wel op 4-3. Na nou, een beetje kut verdedigen van mij op het einde. Ik moest heel erg goed opletten. Maar ik win uiteindelijk wel met 4-3. En zo win ik dus de divisietitel. En daar krijg ik 7000 coins voor. En like I said, ik ga proberen te traden. Maar dat zal wel merken. Je zal, je zal wel merken binnenkort als dat lukt. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je genoot. Sorry maar voor mijn verkoudheid. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Volg mij ook op Twitter. Link is in de beschrijving. Ik zie jullie later. Doei.